Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 1 juli, dacht ik. Ja, maandag 1 juli. En als je er zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier deze week. De laatste twee schoolweken alweer. Volgende week de musical. Het is echt zo spannend. Ik heb gewoon dit weekend er echt een beetje over liggen nadenken van wat moeten we nou eigenlijk allemaal nog? Deze oorbellen zijn heftig. Maar ik dacht, ik heb een best wel basic outfit aan. Laat ik een keertje uitpakken met de oorbellen. Dus ik hoop dat het leuk is. Nou, in ieder geval, de laatste twee schoolweken gaan van start voor vandaag. We gaan straks de hele musical doen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. We hebben vandaag nog een toets. Woensdag viert mijn juffenverjaardag. Je viert dus je verjaardag. Ja, meestal is het niet op je eigen verjaardag. Maar ik vier het dus nu. Ik ben zelf in november jarig. Dus aanstaande woensdag vier ik mijn juffenverjaardag. Gaan we lekker picknicken met z'n allen en leuke dingen doen. Donderdag zijn de kinderen vrij, want dan heb ik studiedag. Vrijdag gaan we ook weer de hele musical oefenen. Dus ik ben super benieuwd hoe het allemaal gaat deze week. En dat eigenlijk. Vanochtend kon ik wel een beetje lastig wakker worden. Ik moet even een aantal dingen even opruimen en klaarzetten. Dus dat ga ik nu doen. Mijn hoofd. Zou je echt haar hebben? Dat is mijn echt haar. Zou je echt haar? Nou, als ik dit met extern had, dit haar. Nou, het is na schooltijd. Mijn zoon en klas heeft deze vlechten in mijn haar gemaakt. En vrijdag hebben wij spelletjesmiddag. En spelletjesmiddag houdt in dat alle juffen en meesters van de basisschool een spelletje hebben. En de kinderen die gaan dus daar dan een spelletje bij doen. En wij doen een soort diploma voor groep 8. Dus we hebben nu kaarten gemaakt. En dan moeten ze het spelletje gaan zoeken door de hele school. Maar ik moet dus even een aantal dingetjes lamineren. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik moet eigenlijk ook nog echt veel doen en veel opruimen. We hebben dus vandaag de hele musical gedaan. Dat was wel echt heel erg leuk om te doen, maar we waren uiteindelijk de hele dag bezig als je het stopt en dan weer doorgaat en stopt en doorgaat. Dus dat duurde wel eventjes. Maar ja, dan heb je ook wat. En ik ga nu eventjes kijken of dit lukt. Maar die laatste schoolweken zijn echt zo chaotisch met wat ze nog allemaal moeten doen en wat je dan nog wil dat de kinderen doen. En eigenlijk is de energie gewoon echt op. Dus vandaag ook, dan hadden we nog een uur over. Ja, en dan had ik eigenlijk begrijpen lezen op de planning staan. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus toen hebben we nog even een uurtje geknutseld met z'n allen. Maar ja, werken zit er niet meer echt in. Logisch ook. Ik ben alweer even thuis van werk. En ik ben dus net wezen sporten. Met mijn leuke vlechtjes in. Het zat eigenlijk wel lekker met sporten, dus ja. Het ziet er misschien een beetje gek uit, omdat die vlechtjes heel dun zijn. Maar het voelt wel echt heel lekker. Ik heb ook al avond gegeten en ik had dus nog een pakketje gekregen. Een PR-pakketje. Ik heb echt geen idee wat erin zit, maar ik dacht ik maak het gewoon even met jullie open. En dan ga ik zo meteen even mijn vlog editen, want die moet woensdag online. Oh ja, ik krijg dus heel vaak de nieuwe collectie van Catrice of van Essence opgestuurd. En dit is dus de nieuwe collectie van Catrice. Oh, dit heb ik al voorbij zien komen op TikTok. De nieuwe bronzer stick. En ze hebben drie kleuren. Dit is de lichtste kleur. Rodos heet die. En ze hebben ook Mykonos of Santorini. Gewoon een bronzing stick. En deze is €6,50. Dan zit er denk ik een oogschaduwpalet of zo. Oh, een glowy eyeshadow palet. Oh, heel mooi. En dat is deze. En er zit dus een bronzer, een highlighter en een blush in. Ik vind het altijd echt heel leuk als ik dit krijg. En dan heb ik nog een color lip oil. In allem. En dit is de Wild Berry. En nog een leuke nagellak in dezelfde kleur. Helemaal leuk. Hier ben ik echt super benieuwd naar. Deze ga ik echt morgen gelijk gebruiken. Nou, het ziet er nu echt niet uit. Maar morgen ga ik deze gelijk gebruiken. Good morning. Het is vandaag woensdag 3 juli. Gisteren heb ik niks gefilmd. Want ik dacht gewoon even lekker een dagje zonder vloggen.
En omdat ik vandaag ook heel veel ga vloggen. Gisteren heb ik wel voetbal gekeken bij mijn broertje thuis. Dat was echt super gezellig. Dat doen we eigenlijk nooit, dat soort dingen. Maar het was super gezellig om dat samen even te doen. Dus ja, 3-0 voor Nederland volgens mij. Dus dan was het extra leuk om te kijken. En vandaag is een bijzondere dag. Want ik vier mijn juffenverjaardag in de klas. Eén keer per jaar vier je dus een soort van je verjaardag in de klas. Meestal is dat dus een beetje aan het eind van het jaar bij ons op school. Ik weet niet of dat altijd overal zo is. Ik ben zelf in november jarig. Dus het klopt natuurlijk niet. Alleen dat vier ik dus vandaag. Ik heb deze nieuwe van Catrice. Die ga ik even proberen. En nee, ik heb hem gisteren voor het eerst geprobeerd. Dus ik vier vandaag mijn juffenverjaardag. En ik vind het helemaal leuk. Omdat groep 8 is natuurlijk nu gewoon helemaal aan het einde. En ik vind het dan gewoon heel leuk om op deze manier in de laatste, één na laatste week eigenlijk, afscheid te nemen. We hebben deze week natuurlijk de musical geoefend. Vrijdag gaan we het voor het echtje doen. En morgen zijn de kinderen vrij, want dan hebben wij studiedag. Dus het is extra leuk. Zo, er schoot helemaal iets uit. Zagen jullie dat? Extra leuk dat ik het nu ga vieren. En ik zal straks op het bord wel even de planning laten zien. Ik vond het heel lastig. Want vorige week was het echt 30 graden. En ik dacht helemaal, nou gaan we lekker buiten picknicken met de klas. Maar ja, het weer laat het niet echt toe. Dus dat gaat hem niet worden. Maar we kunnen het natuurlijk nog steeds super gezellig maken. En we gaan dus wel een bingo doen. En ja, ik krijg natuurlijk best wel vaak spullen en zo opgestuurd. En ik weet gewoon echt niet wat ik ermee moet. Ik geef het soms zelfs weg aan vriendinnen. Maar het is vaak ook veel Essence en Catrice collectie. En sommige dingen daarvan zijn best wel kinderlijk. Niet erg natuurlijk, maar gewoon zo. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon een bingo aan het eind van het jaar doen. Ik ga al die dingetjes verloten. En ik heb dan wat kleine jongensprijsjes bij de Action gekocht. Het is ook natuurlijk gewoon meer voor het idee. Dus helemaal leuk. Dus ja, ik ga zo meteen naar werk toe even make-up afmaken. Ik dacht, ik doe helemaal een leuk jurkje aan, maar ja, het weer laat het gewoon niet toe. Dus ik denk dat ik dat panterjasje van Novi's aandoen. En ik ga nu even mijn make-up afmaken, want ik zie dat mijn camera bijna leeg is. En ik wil eigenlijk vandaag wel veel filmen, dat vind ik wel leuk. Ik ben aangekomen op werk. Ik ga eventjes de computer opstarten en de ramen open doen. Het is altijd heel benauwd hier. En dan ga ik even laten zien wat mijn planning is. Kijk, het is dus echt heel slecht weer. Het is wat we hebben. Ik heb eerst een woordzoeker voor de kinderen met woorden van dit jaar. Dan gaan we een Kahoot doen. Een hele leuke Kahoot. Ook over dit schooljaar. Dan mogen de kinderen mij cadeautjes geven als ze dat hebben. Heel gek eigenlijk dat je dat moet inplannen. Eten, drinken, buiten spelen. Dan heb ik een muziek bingo. En dan gaan we naar nog film kijken of buiten spelen. Ligt er een beetje aan wat voor weer het dus is. Nou, dit is de muziek bingo. Die heb ik gewoon van internet afgehaald. En dit is die woordzoeker. Dus die moet ik zo meteen nog even uitdelen. En dan ga ik nu even alles klaarzetten. Nou, alles staat klaar. Ik ga nu nog alleen even een taart versieren. Want ja, het hele jaar mogen de kinderen een taart versieren. Dan mag ik het vandaag ook. Dus dat ga ik nu eventjes klaarzetten. Ik gebruik altijd deze website. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij mijn juffenverjaardag. Ik ben natuurlijk niet vandaag echt jarig, maar ik vier het wel vandaag. En yay! We gaan vandaag allemaal leuke dingen doen. Eigenlijk de hele dag. Dus ik dacht, ik bespreek de planning eventjes met jullie voordat we beginnen. Het is dus vandaag woensdag. Is het 4? Ik dacht 3. 3 juli. Het is 3 juli. Woensdag 3 juli is het vandaag. We gaan zo meteen een Kahoot doen. Een lange Kahoot over dit schooljaar. Dus er komen allemaal vragen over mij. Algemene vragen over verjaardagen. Maar ook vragen over jullie en dingen die we hebben gedaan. Daarna ga ik mijn verjaardag vieren. Ik heb natuurlijk het hele jaar voor jullie gezongen.
En nu heb ik zelf een taart versierd en mogen jullie voor mij zingen. Daar komt hij. Wat is mijn volledige naam? Ja, ik weet dat. En inderdaad, op 19 november jaren, gelukkig waren er 16 kinderen die dat goed hadden. Boe! De volgende. Even, wat is de lievelingskleur van de jeugd? Ja, dit ben ik, jongens. Vroeger. Nou, er waren 4 kinderen die het goed hadden welke kleur ogen ik heb. Hoe oud ben ik? Komen er nog een aantal vragen over onze klas. En dan moeten jullie zeggen, wie is het? De vraag is, wie is het vaakst dit jaar te laat geweest? Kom maar naar voren, we zingen met elkaar. Jij bent de jarig, ik ben die hoeveel zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Cadeautjes? Ja! Nou, ik heb... Oh, je denkt. Oh, dat. Oh, jullie hebben allemaal een eigen. Wat leuk. Wauw, zo. Is voor jou. Ja. Heel mooi. Een cadeaukaart. Wat? Het is een cadeaukaart, want ik wil heel graag... Ja, misschien kennen jullie het wel van TikTok, die Ninja Creamy. Ja. Ja. Die wil ik heel graag kopen, dus dan krijg ik een cadeaubon van jullie allemaal, dan kan ik hem kopen. Groepsknuffel! Yay! Yeah. Ik vind het op zich best wel leuk. Oké. Nou, dit vind ik heel leuk. In Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa. Nou, mijn juffenverjaardag is voorbij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, want ik heb natuurlijk best wel wat dingetjes gefilmd. En ik ga dus nu lezen. Het is alweer 4 weken geleden. En de derde keer dat ik nu ga lezen. Ik zie zoveel verschil wat ik niet had verwacht. Ik ga dus bij Skinsmell en ik neem jullie natuurlijk elke keer mee. Ik zal alle linkjes ook in de beschrijving zetten. En als je iets wil weten, stel natuurlijk een vraag. Daarvoor ben ik er. En straks hebben we dus ook nog spelletjes middag op school. Dat zal ik straks nog wel even uitleggen. Maar ik ga dus nu eerst eventjes mijn benen, mijn oksel, mijn bikinilijn laseren. En dan zien jullie mij daarna weer. Eigenlijk zo vreselijk dat je je voeten moet filmen. Maar het is voor een goed doel. Ja. Resultaten, ik denk, nou, klopt. Ik ben blij. Ja. Ik vergeet de pijn van je lezen. Nee, dat is ook wel echt zo. En zoveel pijn doet het ook weer niet. Maar je kan het niet echt uitleggen, natuurlijk. Ja, nee, dat is echt zo. Want als je dus op een gegeven moment dan op die hoogste stand doet, nou, hoeveel tijd moet je dan weer komen? Of hoe werkt dat dan precies? Als je daar gewoon geen haar meer hebt. Ja. Dan zeggen we altijd gewoon om zo'n kwartje af te doen, om het half jaar. Gewoon om het half jaar, ja, oké, ja. Als dat niet nodig is, dan stel je maar na een half jaar, nou, ik heb geen haar dat het druk is gekomen. Ja. Nou, na een jaar doen. Ja. 8 maanden of zo. Dat, ja. Het ligt een beetje aan jezelf, en je snel komt jouw haar terug. Ja. Dat vind je zelf nodig, ja. Ja. Ja, bizar, ja. Ja, bizar, hè, dat dat zo kan verschillen per persoon. Ja, ik heb een hele hoop pijn gehad, maar ik weet eigenlijk niet wat je wil. Toch gewoon 2 kamers open. Oh ja. Ja, dit is een stukje rijden. Ja, dit is... Ja. Een beetje hemd. Ja, tuurlijk. Moet ik hem nog meer... Ja, dit voel ik dus dan meer dan die benen. Heel gek eigenlijk. Ja, maar dat kan wel. Benen voel ik ook wel een stuk minder. En dan straks de bikinilijn. Yeah. Voel je wel de prikjes van goed hier? Nou, ik ben terug van het laseren. En... We hebben nu spelletjesmiddag van groep 8, daarom heb ik dit op mijn gezicht. En wat we dus doen, ze moeten een diploma behalen voor het eind van het schooljaar. En ze hebben dus bij elke juf of meester hebben ze een spelletje die ze moeten doen, dus in elke groep. En in groep 8 moeten ze een liedje van een musical zingen en dansen. Dus dat. En ja, dat eigenlijk. En in elke groep hebben ze dus iets anders. Dus ik ga zo meteen... Ga ik wel een beetje filmen. Ze hebben bijvoorbeeld een parcours die ze moeten afleggen. Topografie dingen. Allemaal dat soort dingen. Dat is wel heel erg leuk. En dat gaan we nu doen. Ik ga nu grote stappen zetten. Ik ga de wijde wereld in. En om je dan nog hier te houden, had ik geen zin. Woe, goed zo. Hij is zo...
Good morning. Het is vandaag donderdag. Gisteren heb ik echt super veel gefilmd. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was wat nou precies de dag helemaal was. Maar in ieder geval, het was echt een hele leuke dag. We begonnen dus met mijn juffenverjaardag. Dat heb ik gisteren al uitgelegd. Ik heb echt hele leuke cadeautjes gekregen. Ik zal ze straks even filmen op werk. En ik heb dus ook een cadeaubon gekregen waar ik dus zelf iets van kan kopen. Dus dat is ook heel erg leuk. Maar dat zal ik straks even laten zien. Daarna ging ik dus mijn lichaam weer lezen bij Skinsmell. Dat was ook heel erg fijn. En daarna hadden we ook nog spelletjes midden van groep 8. En dat is dus een traditie bij ons op school. En ze moesten dus bij elke groep een spelletje doen die te maken had met de groep. En bijvoorbeeld in een groep topografie of iets anders. En bij mij moesten ze dus een dansje en een liedje doen van de musical. Karaoke dan van de musical. En daarna ook nog een dansje. En het was echt super gezellig. Dus dat vond ik ook echt helemaal leuk. En ja, dat dus eigenlijk. Ze waren allemaal echt super vrolijk en heel lief. Daarna hebben we nog met z'n allen gegeten en hebben we witte shirts versierd. Dus op hun shirt kunnen ze dan de naam van de juf of meester schrijven. Nou, het was gewoon een hele leuke dag. Maar om 9 uur viel ik in slaap. Dus ik heb goed geslapen. En vandaag zijn die kinderen vrij. Maar heb ik studiedag. Dus ik ga zo meteen naar werk toe. En dan hebben wij dus studiedag. Ik weet nog niet precies. Nou ja, het staat al in het rooster. Maar ja, ik kan dus niet heel veel filmen. Maar misschien ga ik ook al wat dingen voor mijn klas doen. Dus dan kan ik dat wel filmen. Ik heb alleen hier echt allemaal uitslag. Maar ja, ik ga dus nu even me klaarmaken voor werk. Ik ben dus aangekomen op werk. En ik moet mijn lokaal dus echt gaan opruimen. Want door gisteren met die spelletjesmiddag had ik dit altijd aan de kant geschoven. Dus dit moet ik nu eventjes opruimen. Want we hebben de studiedag altijd in mijn lokaal. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. En ja, die diploma die ze dus gisteren kregen, als ze dus alle spelletjes hadden gehaald. Natuurlijk had iedereen het gehaald. Was deze. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik zal dus nog even de cadeautjes laten zien die ik heb gekregen voor als jullie het leuk vinden. Nou, als eerst heb ik dus deze vlaggenlijn gehad. Dit heeft dus een moeder uit mijn klas gemaakt. En dit is, alle kinderen hebben hier iets opgeschreven. Dus elk kind heeft een eigen vlaggetje. Heel erg cute. Dus die heb ik gelijk opgehangen. Nou, dan heb ik deze gekregen. Deze kaars, heel erg leuk. Die ga ik in mijn huis zetten. Nou, dan heb ik nog een lekkere chocoladereep gekregen. Ik heb deze gekregen, echt super lief. Van Good Girl. Nou, ik heb deze gekregen, echt veel te gek allemaal. Dit luchtje draag ik altijd van Zalig en Voltaire. Nou, dan heb ik ook een cadeaubon gekregen. En ik wilde dus heel graag de Ninja Creamy. Dus die kan ik dan hiervan halen. Echt heel erg lief. En had ik nog iets gekregen? Oh ja, ik heb nog een cadeau gekregen. Maar dat ga ik pas openmaken als ik met de kinderen ben. Want dat kreeg ik gisteren. Maar het is van de kinderen en ik vond het een beetje lullig als ik het dan al ging openmaken. Dus ik heb nog een cadeau gekregen, maar dat ga ik dus pas morgen openmaken. Good morning, het is vandaag donderdag 4 juli. Het is vrijdag. Het is vrijdag 5 juli, gisteren had ik studiedag. En dan zijn de kinderen dus niet op school en wij gingen allemaal dingen bespreken, ook voor het nieuwe jaar. Maar we hebben het ook over het onderwijs gehad en ja, we zitten bijvoorbeeld op een katholieke school en wat doen we daar nou eigenlijk aan? En hoe we dingen willen benoemen, dus daar hebben we het allemaal over gehad. En gisteren ben ik dus ook bezig geweest samen met mijn collega om alles op te hangen voor de musical. Want vandaag gaan we de musical, voor het eerst een soort van, voor het echt met het doek en alles doen in het podium. Ik heb er een foto van, maar ik zal het zo meteen gewoon even in het echt filmen. En ik ben er zo blij mee, omdat het doek wat we hebben gemaakt ook zo mooi is geworden. En ja, het ziet er gewoon echt prachtig uit. Ik ben helemaal gewoon happy met mijn eerste musical. En ik heb dus nu een jurk aan, wat ik normaal nooit aan zou doen. Maar misschien heb je wel gemerkt in de laatste tijd met de vlogs, dat ik gewoon wat meer wil dragen wat ik gewoon leuk vind. Want ik heb best wel veel leuke kleding en dan heb ik altijd, nou, ik durf het niet aan te doen. En dan denk ik, net zoals met zo'n jurk wat ik nu aan heb, je ziet helemaal niks.
Het zit super lekker. Ik vind het gewoon leuk. Dus ik ga het gewoon aandoen en ik ga naar niemand luisteren. Dus dat. Het enige nadeel is dat ik niet weet wat voor schoenen ik eronder moet doen. Dat heb ik heel vaak met jurkjes hoor. Ik zal het even laten zien hoe de jurk eruit ziet. Nou, het is dus gewoon eigenlijk een hele lange groene jurk. Verder niet zo heel veel bijzonder aan. Hij sluit gewoon strak aan. Dat is het. En welke schoenen gaan we hieronder doen? Dat is de vraag. Het is hier een beetje rommelig, want er is een monteur langs geweest. Ik denk dus dat ik gewoon mijn Nikes of zo eronder ga doen. Nou, het is inmiddels vrijdagmiddag. Ik heb de hele dag niks gefilmd. We hebben wel de musical helemaal gedaan met het decor. Oh, ik moet eigenlijk ook nog beneden het decor even filmen. Mag ik dat doen? Nee, ik ga dat wel even zo meteen doen. Maar eerst, ik had nog een cadeau gekregen. Ik had nog gekregen bij mijn juffenverjaardag woensdag. Maar toen was ik het vergeten open te maken. Van jullie gekregen. Verwachting. Echt? Dat wist jij niet. Een klassenspel. Oh, dit is heel leuk. Een soort 30 seconds, maar dan 20 seconds. Met de gekste showdown. Dit vind ik heel leuk. Dit ga ik heel vaak doen. Nice. Oké, kijk, hier hangt dus het doek. Dit is eigenlijk dus de theatertrap bij ons op school. Maandag zit dit helemaal vol. Mega veel stoelen. Dit is dus het decor geworden. De kinderen hebben dit dus zelf helemaal geverfd. Kijk. En zo ziet het eruit. We hebben hier dus een podium laten bouwen. Kijk, helemaal mooi. Good morning. Het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag al lekker gesport vanochtend. En ik heb net even gedoucht. Want het was echt zo bezweet door het sporten dat ik echt gewoon ook mijn haar moest wassen. Soms kan het als ik ook alleen mijn lichaam was. Maar nu moest ik mijn haar ook echt wassen. En het was op zich ook wel nodig. Dus prima. Vandaag heb ik eigenlijk best wel een beetje een rustige dag. Dus dat is wel lekker. Volgende week laatste schoolweek. En dan 6 weken zomervakantie. Ik kan echt niet wachten. En ik ga vanavond lekker voetbal kijken. Met mijn vriend en mijn vader. En ja, gewoon een beetje rustig aandoen. Ik ben blij dat ik al heb gesport. Want anders heb ik daar nooit meer zin in de rest van de dag. En ik had gisteren... had ik gisteren gefilmd? Volgens mij wel. En maandag is ook de grote dag dat we de musical gaan doen. En dinsdag ook. Dus ik dacht gewoon even lekker rustig aan dit weekend. Ik heb wel nog een paar pakketjes ontvangen die ik aan jullie wil laten zien. Dus die ga ik eventjes openmaken. Nou ja, eigenlijk heb ik ze al opengemaakt net. Want ik kon even niet wachten. Ik had namelijk nog wat dingen besteld in de sale. En ik heb het echt pas gisteren opgehaald. En... ja, het zat in deze doos, maar ik heb het dus al opengemaakt. Dus ik zal het even snel laten zien. In ieder geval heb ik van die luchtjes gekocht, van die dupes. Maar ja, niet heel bijzonder. Ik vind die zadig heel lekker en ik vind die Libre dupe heel erg lekker. En die blijven ook heel erg lang zitten, dus die had ik nu weer even opnieuw gekocht. En verder, misschien heb je dat laatst al gezien in mijn weekvlog. Ik had deze broek gekocht in Mallorca met mijn moeder in de Zara. En deze broek zit echt super lekker. En toen dacht ik wil deze ook in andere kleuren. Want het voelt gewoon als een soort joggingsbroek. En het ziet er op zich ook nog wel oké uit. Dus ik heb hem in het rood besteld. En ze waren dus nu €20 in de sale. Ik heb hem in een maatje S. Dus deze. En er zit gewoon een elastiek in. En aan de onderkant kan je dus ook nog de ritsen open doen. Heel erg leuk. Dus die heb ik nieuw. Ja, alles wat ik in de sale wilde was eigenlijk al bijna allemaal uitverkocht. Dus daarom. En dan heb ik hem ook nog in het wit met een groene streep. Die vond ik eigenlijk ook wel heel gaaf. En de binnenkant heeft dan ook groene details. En die was ook €20. Die heb ik ook in de maat S. En dan heb ik het welbekende jumpsuitje. Die echt letterlijk iedereen heeft. Maar deze spijker jumpsuit. En die was nu ook €25 in plaats van €40. Dacht ik. Die heb ik in een maatje S. En ik dacht gewoon heel leuk voor vakantie en voor de zomer. Dus die heb ik ook meegenomen. Dus dat zijn de items die ik nieuw heb. Ik heb me klaargemaakt voor de dag. En ik heb gelijk maar mijn nieuwe broek aangedaan. Ik vind hem echt zo super leuk. En hij zit ook echt heel erg lekker. En ik heb net een best wel spannende TikTok geplaatst. Hij staat dus nu al online. Maar over dat ik me dus soms ook niet goed voel. En daar zal ik even wat uitleg bij geven. Dit is natuurlijk mijn tweede jaar als juf. En ik krijg gewoon best wel vaak
berichten onder mijn video's, maar ook privé van... Wow, het lijkt echt of het bij jou altijd goed gaat in de klas. En je kan echt alles super goed. En hoe doe je dat? En kan je mij tips geven? En dat vind ik altijd echt heel erg lief als mensen dat sturen. Maar ik heb soms ook gewoon momenten dat ik me niet goed voel in de klas. Of dat ik een situatie moeilijk vind. Of ja, noem het maar op. Dus ik wilde dat ook met jullie delen. En dat heb ik dus ook op mijn TikTok gedeeld. Want het kan gewoon niet altijd goed gaan. En ik wil ook niet dat het zo lijkt op die manier. Natuurlijk heb ik heel veel hele leuke momenten. En daar ben ik heel blij mee. Maar ook ik heb soms momenten in de klas dat ik echt denk... Het lukt me niet. Snap je wat ik bedoel? Maar ik ga in ieder geval nu lekker naar mijn moeder. En dan ga ik daar eten. Dus ik heb me even omgekleed en ik ga daar naartoe lopen. Goed bezig. Het is vandaag maandag 8 juli. En dit is gewoon de laatste schoolweek. Nou, ik besef het nog niet helemaal, maar hierna hebben we gewoon 6 weken vakantie. En deze week zit nog vol dingen. We gaan straks de musical doen voor de school. Morgen voor de ouders, dus allemaal nog hele leuke dingen. En ja, als je er zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. Ik moet nog even het bord klaarzetten, want we gaan straks nog wel een klein beetje iets doen. Want de hele dag niks doen, dat kan natuurlijk niet. Dus dat. Dus we gaan zo meteen ook nog wel even leuke Kahoot quiz doen. En we gaan nog wel ook een begrijp lezenles doen. Daar gaan ze niet zo blij mee zijn. Maar ja, rustig lezen in je leesboek. Kijken, je ABC'tje afmaken. Of... We doen gewoon random woorden van het afgelopen jaar. Na dit dictaatje gaan we een Kahoot doen met z'n allen. En dan gaan we daarna op pauze. Oké. 1. Ik moest naar de garage om mijn knipperlichtvloeistof te laten bijvullen. Schrijf op knipperlichtvloeistof. Dat is 1 woord. Nummer 2. In het Sprookjesbos wonen veel karbonkels. Schrijf op karbonkels. Sst. Kijk op het bord. We hebben bijna vakantie. Heerlie de Peerlie. Schrijf op Heerlie de Peerlie. Ik wacht alleen op jou, RSVP. Schrijf op RSVP. RSVP. Daarom mag er niemand anders. Kan je misschien voor mij betalen? Ik ben een beetje skeer. Schrijf op skeer. Nou. Er zat een storing in de bananenpelmachine. Schrijf op bananenpelmachine. Bananen vermoeden. Dat is maar een machine en die pijltje met naam. Dat snap ik. Is 1 woord. Bananenpelmachine. Dat meisje gaf mij een zieke side-eye. Schrijf op side-eye. Schrijf je dat eens? Ze hebben een musical. Oké, het is alweer maandagmiddag. We hebben dus de voorstelling gehad voor de school. En het ging echt zo super goed. Ik ben zo trots. Het was ook echt heel erg leuk om ze te zien. En dat je al die tijd er natuurlijk in hebt gestoken. En dat het nu uiteindelijk werkelijkheid wordt. Het was echt heel leuk. We gaan nu zo meteen sporten. Maar ik ga wel vast het avondeten maken. Want daarvoor eten is niet zo chill. Maar als ik daarna nog moet koken, dan heb ik nooit zin in. Dus ik eet nu gewoon even lekker wat tomaatjes. En dan ga ik gewoon alvast het eten maken. Ik ga rode curry maken als vers pakket. En dan ga ik om 7:15 sporten. Als het goed is, heb je een lege bladzij in je schrift open liggen. In je schriftje van creatief schrijven. Op die bladzijde ga jij nu een aantal dingen schrijven. Goed luisteren. Je mag niet overleggen. 2 namen uit deze klas. Maakt niet uit wie. Schrijf op. 2 namen uit deze klas. Daaronder schrijf je 1 ding. En dat is namelijk iets wat je kan eten. Maakt niet uit wat. Iets wat je kan eten. Daaronder schrijf je een locatie. Mag ergens op de wereld zijn. Mag ook buiten de wereld. Maar gewoon een plek op de wereld... Of een planeet mag eigenlijk ook, maar een plek. Een
iets wat we dit schooljaar hebben gedaan in groep 8. Dus dat kan een uitje zijn. Het kan ook iets in de klas zijn. Iets wat je leuk vond. Of juist misschien wel helemaal niet leuk. Daaronder schrijf je een gek woord. Mag geen scheldwoord zijn, maar een gek woord. En nu, de opdracht. Is? Jij gaat een verhaal schrijven en deze woorden moeten daarin voorkomen. Maar je mag zelf kiezen. Is het een verzonnen verhaal? Is het een verhaal die echt bestaat? Maar alle woorden moeten in het verhaal voorkomen. Ze hoeven niet allemaal achter elkaar. Ze mogen ook dubbel terugkomen. En het is leuk om het nu nog niet met elkaar te delen welke woorden je hebt. Want daarna gaan we een aantal verhalen voorlezen. En dan wil ik dat jullie raden welke woorden het waren. Heb ik vandaag iets gefilmd? Geen idee. Het is in ieder geval dinsdagavond bijna. Wij gaan zo meteen pizza eten met het team. Want straks is de afscheidsavond van groep 8. En gaan we de musical voor de laatste keer spelen. We hebben het vandaag over opa's en oma's gedaan. Gisteren hebben we het voor de school gedaan. En het was echt superleuk. Ik heb echt heel erg genoten. En nu is dus vanavond de laatste keer dat we het gaan doen. En dan hebben we dus ook het afscheid. En ik ga dus ook een lied zingen. En nu ga ik nog eventjes snel me omkleden. Want ik heb nog een jurk meegenomen voor vanavond. Ik dacht wel leuk om even dan iets anders aan te doen. En ondertussen ben ik mijn klas een beetje aan het opruimen. Maar daar heb ik nu geen zin meer in. Dus ik ga er nu ook zeker mee stoppen. En dan komen de kinderen straks hier naartoe. En dan hebben we de afscheidsavond. Maar ik ga eerst even deze jurk aan doen. Die vond ik er wel heel erg leuk bij passen. Good morning. Het is vandaag woensdagochtend. Gisteren hadden wij de musical en de kinderen zijn daardoor dus nu vrij. En ik ga echt wat later naar werk, want ik was heel laat thuis. Het was gisteren zo leuk. Echt niet normaal. De kinderen deden het echt super goed. Daarna hadden wij ook nog een lied. Dus dat was wel een beetje awkward. Maar ja, het was gewoon echt heel erg leuk. Daardoor heb ik ook zo weinig gefilmd, omdat ik de hele tijd bezig was. En ja, dat is eigenlijk. Maar het was echt fantastisch. De musical is ook gefilmd, dus dat is echt super leuk. En ja, ik ben gewoon helemaal blij. En mijn vriend is dus vandaag jarig. En toevallig ben ik dus vandaag een soort van vrij. Dus ik ga zo meteen even het huis versieren. Ik ben nu even lekker rustig aan het ontbijten. Want ik dacht, nu heb ik lekker de tijd. Dus ik ga die tijd ook zeker even nemen. En dan ga ik straks naar werk toe. En dan ga ik eventjes nog wat dingetjes opruimen. En dan ga ik het hier versieren en alle cadeautjes klaarleggen. Vanavond speelt ook Nederland. Dus ik wilde dan ook de beamer neerzetten. Zodat mijn vriend en ik dat op de beamer kunnen kijken. Maar dat zal ik straks nog wel eventjes filmen. Nou, ik ben aangekomen op werk. De kinderen zijn er dus niet. Ze hebben dus gisteren dit bord helemaal versierd met een musical toen ik nog beneden was. Heel cute. En ik heb dus ook een boek gekregen. Het jaarboek van groep 8. En daar staan dus allemaal foto's in van de afgelopen 8 jaar en allemaal dat soort dingetjes. Dus dat is heel erg leuk. Dat ga ik eerst eventjes bekijken. En ik had deze nog gekregen. Ja, allemaal lieve cadeautjes. En ik ga eerst eventjes het jaarboek bekijken. Daar ben ik. Op de eerste pagina. Let's go. Ik ga hem eventjes bekijken. Nou, ik heb even mijn outfit gewisseld, want het is best wel lekker weer vandaag. En mijn vriend kan ieder moment thuiskomen. Ik heb op de deur heb ik ballonnen geplakt. En ik heb dus dit helemaal versierd. Even een klein taartje. Cadeautjes. Zo. Dus als die binnenkomt, dan wordt hij gelukkig een klein beetje verrast. Good morning. Het is vandaag vrijdag, de allerlaatste schooldag. Dan heb ik 6 weken zomervakantie. En ik heb haast. 1 dag in dit hele jaar. En ik heb de allerlaatste dag bedoel ik. En ik heb haast. Ik heb eigenlijk nooit haast. Maar ja, ik was filmpjes aan het kijken. Ik was echt onzin aan het doen. En ik ga dus nu naar school toe. De kinderen komen wel pas later. Want zij hoeven maar een uurtje naar school. En dan gaan we dus het afscheid vieren. Het is alleen vandaag dus echt rot weer. Dus we moeten nog eventjes kijken hoe we het gaan doen. Dus dat ga ik zo meteen horen. Maar ik ga nu naar werk toe.
Alleen nog even snel mijn ring om. Oké, ik ben weer thuis van de laatste schooldag. Ik ben helemaal nat geregend. Lekker de zomervakantie in. Met deze regen. Ik heb niks gefilmd. Maar het was echt zo leuk. En ik ben zo verwend. Het is echt niet normaal. Ik ga zo meteen even alles op de tafel neerzetten. En dan zal ik het laten zien. Want ik denk dat de kinderen het ook leuk vinden om het terug te zien in de vlog. Maar het is echt niet normaal erg. Ik ben verrast met alle cadeaus. En ik had vorige week mijn juffenverjaardag gevierd. Dus ik heb echt al zoveel gekregen. En gewoon nog meer. Ik denk dat ik voor 3 jaar geen chocola meer hoef te kopen. Maar ik ga het even opruimen en neerzetten. Kijk, als eerst heb ik dus deze prachtige bloemen gekregen. Echt een hele grote vaas. Zo lief. En ik heb dit leuke plantje gekregen. Dus die ga ik volgend jaar in mijn klas zetten. En dan zal ik alles even een beetje kort laten zien. Snoepies, autodrop heb ik gekregen. Dan heb ik deze gekregen. En hierin zit een theedoekje. En daarop staat go with the flow. En dan helemaal leuk met een kaartje erbij. Dat kaartje ga ik zo meteen eventjes lezen. Dan heb ik een heel pakket gekregen. En daar zit een zeepje in, kaarsjes. Allemaal hele leuke dingen. Echt heel lief. En daar had ik ook een armbandje bij gekregen. Die heb ik gelijk omgedaan. Dan heb ik ook echt heel veel kaarten gekregen. Hele lieve kaarten. En ik heb dus ook cadeaubonnen gekregen. Ook echt super lief. Dus ik kan er zelf ook allemaal dingetjes gaan kopen. Ik heb een bon gekregen voor de spa. Bizar. Ik heb nog een kaart gekregen voor de allerleukste juf. Echt zo lief. Ik kan het niet aan hoe lief dit allemaal is. Hier nog meer kaarten. Die ga ik nu zo meteen eventjes allemaal lezen. Chocola. Heel veel chocola heb ik gekregen. Ik heb drop gekregen. Bij jou was ik in goede handen. Zeepje.